je gewoon op straat loopt en denkt, goh, een ander mens, je hoeft hem niet eens te groeten, maar steek hem ook niet neer, joh. Of zijn we elkaar zelfs gaan zien als consumenten, zoals iedereen ons ziet. Dat we daarom ook zo trots zijn dat we kunnen zeggen, maar als consument zijn we wel sterker en mondiger geworden. Ja, yeah. Ik ben meer dan een consument, hoor. En weet je, ik vind prima dat bedrijven mij zien als consumenten, maar dat kan ook wel iets subtieler. Hoe vaak loop je wel niet een winkel in en dan zie je wel een roltrap omhoog, maar een gewone trap naar beneden. Dat vind ik een belediging. Zeg van, kom kopen, joh. Kom kopen. Heb je alles? Ja. Tot de volgende keer. Of als je echt verpakkingen gaat lezen, wat daarop staat. Ik had laatst een melkpak, daar stond op, nu met verbeterde houdbaarheidsdatum. Dat kan niet, hè? Je kan de houdbaarheid verbeteren. Maar niet de datum. Of buiten heel groot opzetten. Met mooie krulletjes. Ik denk, hou gewoon op met het gelieg. Zet dan gewoon nu met nog veel meer tekst op de verpakking. Dat ik denk, ja, het is wel zo eerlijk. Ik wil namelijk niet het gevoel hebben dat ik constant word gemanipuleerd. En je weet gewoon dat je wordt gemanipuleerd. Je weet als je een supermarkt inloopt, alles wat er staat, de hoogte, de plek, het gangpad, daar is over nagedacht. Daar zijn studies aan vooraf gegaan. Dat is een en al manipulatie, een impuls aankoop, je altijd bij de kassa. En reclame werkt wel, maar je hebt het niet in de gaten. Want je bent aan het zeppen en ineens... WC eend. En je denkt dat je het vergeet. Maar dat is niet zo. Nee. Want ergens achter in je hoofd... zit WC eend. En die is gewoon aan het wachten. Totdat jij niets vermoedens door de supermarkt loopt. En ineens denkt... WC eend. WC eend. Oh, nu komt alles goed. En hebben die klootzakken weer gewonnen. Woorden als productdifferentiatie, massa-individualisering. Dat zijn marketingwoorden. Want marketingmensen zijn slim. Die weten dat we ons allemaal uniek willen voelen. Dus die denken, nou ja, als ze zich allemaal uniek willen voelen... moeten we zoveel mogelijk net even verschillende spullen maken. Ander kleurtje, ander modelletje, ander ringtoontje. Dan heeft bijna iedereen iets anders, dus bijna iedereen zijn eigen identiteit. Ik ging laatst iets heel simpels doen, dacht ik. Ik ging gewoon een strijkijzer kopen. Dat is niet moeilijk. Een strijkijzer kopen. Maar ik maakte één fout. Ik liep de mediamarkt in. Ik heb 20 minuten staan staren... naar een muur met 200 strijkijzers. Ik stond er, wauw. Dat zijn veel strijkijzers. Toen kwam er een verkoper achter me staan. Die zei de legendarische zin... zoek je misschien een... Is dit jouw afdeling? Ja, strijkijzers. Nou, dan heb ik misschien wel een interessante vraag voor je. Want ik zoek inderdaad een strijkijzer. Dat heb jij heel goed gezien. Maar nou zie ik dat je er best veel hebt. En nou vroeg ik me af... wat is nou een beetje een goed strijkijzertje? En ik weet heus wel, duurder wil lang niet altijd zeggen beter. Nee. Maar wel altijd als ik in de winkel sta. Ik ga altijd met het duurste naar huis. Ik weet niet hoe ze het doen. Maar ze doen het. Deze man ook. Ja, nou ja, kijk, als je de beste wil, dan is het model daar. Ja, dat is dan toevallig wel de duurste, maar ja, dan heb je ook wel echt de beste. Zegt de kaffia aan de strijkijzers. Ik heb hem zelf thuis ook. Weet je, en ik mag het je eigenlijk niet zeggen. Maar dat zal ik dan wel doen. Voor die 200 euro. Die je meer betaalt. Krijg jij 500 watt extra.
Ja, ik heb natuurlijk wel... nodig. Want als ik meer wat heb... dan... kan ik langer strijken? Of kan al mijn kleren op elkaar leggen en gewoon in één keer... Ja, ik geloof dat ik hem nodig heb, ja. Ja. Het is namelijk als een man die tegen een andere man zegt... wil je groter, beter, sterker, dikker? Het kan om een strijkijzer gaan. Iedere man krijgt zoiets van... Ja, natuurlijk! Oh! En je loopt ook echt de winkel uit. 500 watt strijkijzer van mij! Maar je bent de winkel nog niet uit. Je kijkt naar je tas. Kijk nog eens achterom en denk, wat is er nou weer gebeurd?